Voorzitter, niets over ons zonder ons. Nothing about us without us. Dit democratische principe vindt haar oorsprong in de jaren negentig, in de strijd voor de rechten van mensen met een beperking. Met de uitspraak streden mensen met een beperking ervoor dat er met hen in plaats van over hen werd gesproken. Deze fantastische activisten vonden dat meebeslissen essentieel is bij het komen tot oplossingen die ook in de praktijk werken. Hun overtuiging inspireert en drijft mij. Niet alleen over mensen praten, maar mensen echt betrekken en direct meelaten laten beslissen over wetten en regels die hen raken in hun leven. Want, voorzitter, hoe zou Nederland eruit zien wanneer we meer met mensen zouden spreken in plaats van over mensen? Wat zou er gebeuren als vluchtelingen in Ter Apel niet als decor dienden voor een talkshow uitzending? Over de opvangcrisis, maar als zij zelf aan de talkshowtafel zaten. Of als redacteur het programma zouden mogen vormgeven. Het zou een relevanter en ook een interessanter gesprek opleveren. Hoe zou Nederland eruit zien als de mensen die geraakt worden door beleid echt mee mogen beslissen? Hoe zou toeslagfraudebeleid eruit gezien hebben? Hoe zou de Participatiewet eruit zien? Ik geloof dat we als samenleving zullen profiteren van de oplossingen van mensen zelf. Niets over ons zonder ons. Ik geef toe. De overheid doet echt haar best in het betrekken van doelgroepen. Ministeries en gemeenten organiseren focusgroepen en klantreizen. En de deelnemers die ontvangen altijd netjes een boekenbon voor hun deelname. Goede intenties, lekker bezig. Maar het kan beter. En die Direct na de invasie van Oekraïne. Besloot het ministerie van Sociale Zaken een jonge vrouw in dienst te nemen. Die enkele weken daarvoor was gevlucht uit het Oekraïnse Kupiansk, vlakbij de Russische grens. Omdat ik directeur Oekraïnecrisis was bij het ministerie, ontmoette Maria en ik elkaar. In ons gesprek, gesprek realiseerden we ons dat niemand beter wist wat Oekraïnse vluchtelingen op dat moment nodig hadden dan Maria. Met haar advies over hoe de overheid het beste kon communiceren met de Oekraïners. en met haar ideeën over hoe we Oekraïners het beste naar werk konden begeleiden. werd Maria Zernovnikova misschien wel de belangrijkste adviseur van de ministers van Sociale Zaken. En wat zagen we? Het werkt. Mede door Maria wisten tienduizenden Oekraïners de weg naar werk te vinden. Voorzitter. Verschillende perspectieven verrijken ons wereldbeeld. Ik vind het machtig interessant. Wellicht is dit omdat ik als antropoloog altijd benieuwd ben naar de denkbeelden van degene die zo anders zijn dan ik. Misschien boeit de denkwereld van de ander mij vanwege het huis waarin ik groot ben gebracht. Een plek waar zoveel verschillende mensen samenkwamen. Letterlijk, echt iedereen was welkom. Gereformeerden. Kroegtujgers, artsen, mensen die in de gevangenis hadden gezeten. Elke dag stond onze eettafel vol. En rond die tafel renden altijd nog wat pleegkinderen. Een complete chaos, maar altijd gezellig. Het waren heel verschillende mensen met verschillende levenservaringen. En het zijn die levenservaringen die vervolgens onze waarden, onze denkbeelden en ook onze politieke visie vormgeven. Dat besef is belangrijk in de politiek. Het zijn mijn specifieke levenservaringen die mij bij een sociaal-liberale partij hebben doen landen. Want het feit dat ik getrouwd met een man kan samenleven, dat komt door deze 66. Dat mijn moeder een belangrijke stem had in de wijze waarop zij zou sterven, dat dank ik aan deze 66. Die levensbepalende ervaringen maken dat ik mij ervoor wil inzetten dat iedereen zichzelf kan zijn en in vrijheid keuzes kan maken. Maar ik realiseer me goed dat andere levenservaringen je tot andere waarden en ook een andere politieke visie brengen. Voorzitter, niets over ons zonder ons. Het zal mijn leidende waarde zijn en mijn missie hier in de Tweede Kamer. Zo ook bij mijn reactie op deze wetswijziging. Ik ben blij dat we hier vandaag spreken over een wetswijziging die een belangrijke stap zet richting gelijke kansen voor mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt. En dit gaat om een grote groep. Ruim 300.000 mensen, waarvan nu minder dan een derde betaald werk heeft. En dit zijn mensen die soms echt wat ondersteuning nodig hebben. Voor de ene is dit een, een technisch hulpmiddel, voor de ander is het vooral een loket waar je je vragen kan stellen. En het is goed dat de minister zich inzet voor mensen met een visuele beperking. En hoe waardevol deze wetswijziging ook is, voorzitter, vraag ik me toch af of het niet nog wat beter kan. Veel regelingen in Nederland zijn veel te complex. Er zijn veel te veel loketten. Er zijn mensen. Mensen weten gewoon niet waar ze aan toe zijn. En dat is zonde, want zo krijgen mensen ook niet waar ze behoefte aan hebben, wat ze nodig hebben. Ik vind dat we sowieso alles een stuk simpeler moeten maken. Maar zeker voor mensen met een beperking moeten we echt het maximale doen om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit begint met weten waar je aan moet kloppen. En dat begint niet bij drie verschillende contactpersonen. Dit begint met één loket. En wat ik zo jammer vind, mijn voorgangers hebben er ook al iets over gezegd, is dat ik overal lees dat het uitgangspunt is om één loket te hebben. Maar in de praktijk lijkt het dan toch niet zo te zijn. Dat snap ik niet. Mijn vraag aan de minister is dan ook, waarom is er niet gekozen voor één loket? En waarom wordt niet die jobcoach ook ondergebracht bij het UWV? Ik lees dat gemeenten en het UWV akkoord zijn met de voorgestelde taakverdeling, maar de mensen waar we het hier vandaag over hebben, mensen die slecht zien, zijn die hier ook bij betrokken. In hun reacties lees ik namelijk dat zij toch echt één loket willen. En hoe zit het met vervoer? Wie gaat dat regelen? Is dat het UWV of is dat een andere partij? Mijn oproep aan de minister is maak het makkelijk voor deze mensen, zorg voor één loket. Dan, voorzitter, de werkgevers. De heer De Kort had het er ook al even over. Ook voor hen geldt. Ze willen echt wel zeker in deze arbeidsmarkt, willen werkgevers mensen met een beperking aannemen. Maar ze hebben ook wat ondersteuning nodig. Ze moeten weten waar ze informatie kunnen krijgen over wat het betekent om iemand in dienst te nemen met een beperking. Mijn vraag aan de minister is daarom, hoe kijkt zij er tegenaan? Wat wordt er al gedaan om werkgevers te ondersteunen? En wat kan er nou nog beter? En wat gaat zij doen? Tot slot, voorzitter. Wie zijn er meer geschikt om te weten hoe mensen met een visuele beperking het beste ondersteund kunnen worden dan zij van die groep zelf. De Landelijke Cliëntenraad bepleit in reactie op het voorstel het volwaardig borgen van participatie. Dat betekent, wat deze 66 betreft, het specifiek benoemen in de wet dat vertegenwoordigers van de doelgroep mede het beleid in de uitvoering van de wet tot stand brengen en blijven toetsen. De minister zegt nee. Nee, dat gaan we niet doen. Periodieke overleggen, interviews en consultaties, zover mag participatie gaan, maar verder ook niet. Waarom kiest de minister er niet voor om de daadwerkelijke participatie van de doelgroep wettelijk te verankeren? Ik lees namelijk geen inhoudelijke reactie om dat niet te doen. En ik vind dat een gemiste kans en overwege een amendement in te dienen om het alsnog te regelen. Niets over ons zonder ons. Voorzitter, dank u wel.